Ja. Hey, generatiegenoot van jou overleden trouwens, Prins Philip. Wat was je reactie erop? Ja. Moet ik weer om je lachen. Dat is al 22 jaar al de derde keer. Ja, dat is veel, ja. Ik moet haast een rondje gaan geven. Ja, niet. Kijk, Prins Philip, ik volg met veel plezier dat Engelse koninkhuis al jaren. Want dat is net een film. Ja. Maar, daar hebben ze ook al veel van gemaakt. The Crown heet dat. Meerdere. Ja. Ja. Maar dat is een ontzettende lul van een gozer. Een lul? Ja, nee, die achter de schermen, dat is de grote regisseur. Een hele lastige man, weet je wel. En dan die oude taart erbij. Maar ja, die man is 99. Ja. Op drie mannen 99 naar 100. Geworden. Ja. Dus kijk, treurig dat die man overlijdt. Maar 99 vind ik een respectabele leeftijd. Ja. Dan mag je best je ogen sluiten. Ik ben alleen benieuwd nu of het echtpaar uit Amerika naar de begrafenis komt. Ja. Ja? Echt waar? Komen ze? Nou, Harry wel. Die had het lager. Harry gaat komen? Ja. Ik weet niet, hij zat er. Meisje zat ook wel mee. Komt hij ook of niet? Zat toch wel. Wie? Harry? Harry? Nee, maar kijk, zijn vrouw die moet uit respect voor die opa... Tuurlijk. Hoor je wel bij zo'n begrafenis te zijn. Maar ze zijn dan moet je eventjes al die familieperikelen even buiten boord zetten. Ze weten nog steeds niet wie dat gezegd heeft over dit prinsje natuurlijk... dat hij donker zou kunnen worden, toch? Daar zei ze nog niet uit. Maar zou die oude... Ja, zou dat oude mensje daar... Zou die echt 118 kunnen worden of zo, denk ik? Nou, zelf wel. Nee, ik denk dat Charles dan wat arsenicum in de koffie doet. Want die Charles is net zo oud als ik. En die zit al zijn hele leven te wachten. Ja. Ik zit tenminste in de topfunctie hier aan tafel. Ja. Maar Charles heeft niks te doen. Charles gaat er dan schooltjes of handjes te geven. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Inside-app.